Na de ramp in Haiti konden de jonge scholieren Marvin, Dylan en Yannick niet zomaar toekijken naar de gevolgen van de ramp en namen het initiatief om een sponsorloop te organiseren. Met als doel zoveel mogelijk geld overmaken naar Giro 555. Er moet gewoon wat gebeuren in het land. Er is geld nodig. En toen dachten jullie gelijk aan een sponsorloop of hebben jullie andere ideeën nog gehad? We hadden eerst andere eigenlijk gewoon meteen aan een sponsorloop. En waarom een sponsorloop? Meestal krijg je met de sponsorloop het meeste geld. Wat we straks gaan doen, we starten hier straks onder de boog. En er staat daar een meneer, die gaat heel hard pang, gaat hij zeggen. En ja, start! Ja, dames en heren, kijk eens gaan, kijk eens gaan. Hoe werkt de sponsorloop precies? Je kan je door je familie laten sponsoren per rondje. Je krijgt een sponsorkaart. En dan kan je hier aftekenen en eigenlijk ga je steeds rondjes rennen om zoveel mogelijk stempels te krijgen. Oké, en hoeveel geld hopen jullie binnen te halen of gewoon zoveel mogelijk? We hopen 2500, maar het liefst zoveel mogelijk. En dat gaat jullie gewoon natuurlijk lukken? We hopen wel. Hoe de deelnemers tot nu toe doen? Voor zover ik het kan zien doen ze het heel goed. Ze lopen aardig wat rondjes. Ik zie kleintjes rondlopen die meer rondjes lopen als dat ik ooit zou kunnen lopen op zo'n baan. Dus petje af. Ik denk dat ik één rondje al onder die startboog zal gaan liggen. En zij blijven gewoon doorgaan, dus dat gaat hartstikke goed.